In de laatste wedstrijd was Karuur Gent gastheer voor die andere topploeg, KNAK Roeselare. Het zijn de bezoekers die het heft in handen nemen en zo zien we ze uitlopen naar een 9 tegen 15. Karuur probeert dan wel dichter te komen, maar tegen dit KNAK van de eerste set is weinig te doen. Het staat 0 tegen 1 na setwinst van 18-25. In set 2 gaat de thuisploeg het best van start en loopt uit naar een 7 tegen 4. De thuisploeg ziet echter KNAK terug in de wedstrijd komen, de 8 tegen 8. We gaan naar een 12-17, 14-18 en de 16-20. Ook in deze set is de kloof te groot voor de thuisploeg en zo staat het 0 tegen 2 met setwinst van 20-25. In het begin van de derde set is er hoop voor de thuisploeg. Ze gaan goed mee en komen op 5 tegen 5. Toch kan KNAK Roeselare de kloof opnieuw slaan met een 11-13, 11-17 om dan richting 0-3 te gaan met de 13 tegen 19. In de problemen is KNAK Roeselare in deze wedstrijd nooit geweest en zo hoort u al zal komen. Setwinst in de derde set met 17-25 en de bijhorende 0 tegen 3. Ik vind dat wij op bepaalde momenten goed meededen met Roeselare, maar dat is er in elke set wel een moment geweest. En dat is ook een kracht van Roeselare, dat ze eventjes op het gaspedaal duwen. Kijk naar de tweede set. Ik denk dat wij 3 of 4 punten voorstaan in het begin van de set. En dan zijn er 2 rotaties waarin dat zij alles terug recht zetten. Dat is hun kwaliteit, dat is hun verdienste ook. Goed dat wij ons in die situatie gevochten hebben. Nu moeten we ervoor zorgen dat we zoiets leren vasthouden ook. Gent, dat toch in de tweede set stonden ze toch eventjes op voorsprong, maar jullie weten dat dat toch eigenlijk redelijk snel om te zetten terug in ja, dat terug bijbenen. Ja, klopt. Dus Gilles heeft daar eigenlijk een goede race gestart direct aan opslag. Maar dan is het een kwestie van terug de controle terug te vinden en vooral de foutjes eruit te halen eigenlijk. En dat is echt gebeurd. Dus de ploeg heeft zich echt wel getoond dat zij ook onder die moeilijke momenten eigenlijk terug hun niveau kunnen behalen eigenlijk en terug kunnen herstarten. Van de week spelen we tegen Leuven en daarna meteen tegen Aalst en Mazeik. Dus het is direct money time, like dat we zeggen. Dus we gaan ze zeker proberen meteen een goede reeks neer te zetten.